Een groot drama voor de schoonfamilie van zanger Dre Hazes. De brasserie van zijn schoonvader is vannacht compleet afgebrand. Dre heeft op social media al zijn steun betuigd. En de familie is er natuurlijk kapot van. Ik kon niet bevatten eigenlijk wat er gebeurd is. Het levenswerk van mijn vader is eigenlijk in 2 uur tijd letterlijk en figuurlijk vlam opgegaan. Het klinkt misschien heel cru, maar het is net alsof iemand overleden is. Het is heel gek. Twee hele lieve mensen aan de achter de bar en het was gewoon echt een topzaak. En dat dit moet gebeuren, ja, dat is echt vreselijk eigenlijk. Geen woorden voor, hè? Het is een nachtmerrie. Het pand stond al wel te koop. Dus mijn vader is 65, vrouw is 64. Die wilde al heel rustig aan gaan doen. Maar ja, dat je dan op zo'n manier afscheid moet nemen van je kindje, hoe ze het eigenlijk noemen. Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, als je het verkoopt aan iemand, dan kan je over de nog eens een bakje gaan doen of een biertje gaan kopen. En nou is het gewoon, zoals je ziet, is het gewoon echt letterlijk en figuurlijk in vlam opgegaan.